Aan strak gespannen trossen vaart door de Zeeuwse wateren een reusachtig betonblok. Het is een phoenixkesson die door 6 sterke sleepboten naar het Veerse gat tussen Walcheren en Noord-Beveland gebracht wordt. Bovenop de kolos, die 62 meter lang, 20 meter breed en 19 meter hoog is, staan mannen van Waterstaat onafgebroken in contact met de kapiteins van de sleepboten. En dat is wel nodig ook, want het water is ruw. Nadat het zware transport in de nacht dicht onder de wal heeft stilgelegen, gaat het de volgende morgen verder naar de plaats van bestemming. Dat is de zuidelijke kop van het toekomstige sluitgat in de afsluitdijk van het Veerse gat. Nog is het water hier zo breed en wijd dat de vissers van Arnemuiden en andere plaatsen nog vrij in en uit kunnen varen. Maar over een paar jaar zal dat zijn afgelopen. Dan zullen de vakantiegangers hier geen dijkwerkers meer ontmoeten. De mannen bovenop de caisson draaien de afsluiters open en de kolking aan de oppervlakte bewijst dat het water binnenstroomt. De operatie wordt op een rijkspolitieboot bijgewoond door de commissaris der koningin, Jonkheer de Kazenbrood. Steeds dieper zakt de caisson. Het gevaarte komt vast op een bodem van rietvlechtwerk te rusten als onderdeel van het grote deltaplan. De taak van de sleepboten is wat dit betreft gedaan, maar nog 63 grote en kleinere caissons moeten in de komende jaren op hun plaatsen worden gebracht voordat het Veerse gat zal zijn afgesloten.